Fijn van Empel, best een aangenaam bier van het seizoen. Hoe was het gevoel vandaag? Ja, dat klopt. Ik kwam hier eigenlijk een beetje als training, zeg maar, om het materiaal te testen en even kijken hoe ik ervoor stond. Ik denk, mooier kan je niet beginnen. Dus ik denk dat ik wel tevreden mag zijn. Je nam vandaag dominant de kop. Had je ooit het gevoel om te wachten op Annemarie of was je gewoon, ik ga er gewoon vol voor gaan, eigen tempo? Het kwam eigenlijk een beetje uit niks dat ik een gaatje kreeg. Ze wisselde van fiets en volgens mij stond de fiets nog niet klaar. Maar ik heb eigenlijk nooit een versnelling echt hoeven plaatsen om weg te blijven. Dus ik heb eigenlijk zo zuinig mogelijk gereden. En de conditie, tevreden daarmee? Ja, zeker voor het begin van het seizoen. Is natuurlijk nog niet top, maar dat hoeft ook niet. Mag met vertrouwen kijken naar de volgende wedstrijden. Je hebt best een drukke zomer gehad op de mountainbike. Wanneer wil jij goed zijn dit seizoen? Wanneer zijn de piekmomenten voor jou? Mijn doelen liggen wel bij de kampioenschappen. Maar de wereldbekers, ik hoop een beetje het seizoen van vorig jaar te evenaren. Maar ik zal tevreden zijn als ik een heel steady seizoen rij en met een paar uitschieters bij de wereldbekers. Dan zou ik tevreden zijn.